asymmetrische shell maken vandaag. Ik heb daarvoor 1 bol Unicut garen à 1000 meter, 211 gram, 3 draads, 50% katoen, 50% acryl. En ik ga hem haken met een 3,5 mm haaknaald. Het leuke van die bolletjes is vaak dat er een mooi bedeltje aan hangt. Dat maakt het wel echt een pakketje om het open te maken. Zo, dan ga ik die eraf halen. Kaartje eraf en dan gaan we beginnen. De sjaal wordt aan één kant gemeerderd, aan de andere kant blijf je recht doorhaken. Dus altijd aan één kant een stokje extra plaatsen bij elke toer die je haakt. Of het aan het einde of aan het begin is, dat maakt niet uit. Ik ga je eerst beslissen, wil je het grote deel van de sjaal eindigen met wit of wil je het grote deel van de sjaal eindigen met blauw? Ik wil hem met blauw eindigen, dus ik ga van buiten uitwerken. Als je nou van binnen uitwerkt, dan moet je dus alles eraf halen en dan zit hier een mooi knoopje in die de draadjes bij elkaar houdt. Laat die erin zitten totdat je helemaal klaar bent. Nee, ik ga het toch van begin uit midden uitwerken. Dat is makkelijker voor mij. Kijk, dan trek je zo de draad van het midden uit eruit. Als je nou van buiten uit wil werken, moet je even op zoek naar het begin. Hier zit hij. En dan kan je van buiten uit gaan werken. Dat is het voordeel van deze bollen. Je kan hem van twee kanten uitwerken. Goed. We gaan beginnen met 3 lossen opzetten. En in de eerste lossen maken we gelijk een stokje. Hier eerst met een los op de haaknaald. Die trek je goed aan dat die vast zit. Kan die nergens meer heen. En dan haak je 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Dan ga je terug naar de eerste losse en steek je haaknaald onder de 2 draden door. En dan maak je het eerste tweede stokje, sorry, want de eerste 3 lossen tellen ook als een stokje. Plus nog eentje erbij. Zo. Heb je 3 lossen plus 2 stokjes, maak 3 stokjes. Nu 1 losse en werk draaien. Je mag ook kiezen om 3 lossen te maken. Ik vind 1 los in werk draaien prettiger, omdat ik dan minder gaatjes krijg aan de zijkant. In de eerste maak je 1 stokje. In de tweede maak je 1 stokje. En in de derde maak je 2 stokjes. Dan zoek je de derde lus op van onder. 1, 2, 3. En in die derde lus onder 2 lussen doorsteken. En dan maak je het derde stokje. En het vierde stokje. Van nu af aan heb je dus geen 3 lossen meer. Dus je hoeft de derde losse niet meer te zoeken. Want nu krijg je een keer lossen als het laatste steekje van de toer. 1 losse. Werk draaien. In die eerste maak je 2 stokjes. Dus die kant is de kant dat we alleen maar gaan meerderen. 1 en 2. In de volgende. 1 stokje. Tot het einde van de toer. Dus de volgende. En hier is die keer lossen. Hier. En daar maak je het laatste stokje doorheen. Dus je gaat onder die 2 lossen de lus door die je op hebt gehaakt. Nu hebben we 2 in het begin. 3, 4, 5 stokjes. Je gaat dus alleen aan deze kant meerderen. Die kant hou je gelijk. Dus elke toer maak je, of je aan het begin of aan het einde bent, 2 stokjes in de laatste steek. We hebben nu 5. Dan haak ik weer 1 losse, draai ik het werk. In de eerste maak je 1 stokje, want dat is de rechterkant. In de tweede, derde en vierde 1 stokje. 2. Dat is nummer 3. En dan hebben we nummer 4. En in die laatste, dat is weer die losse die je gehaakt hebt voordat je gedraaid hebt. Hier zit die. 2 lossen. Daar maak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 losse en werk draaien. Nu hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes. In de eerste maak je weer 2 stokjes, dus je hebt de losse ook gemaakt. Dus de
eerste stokje en het tweede stokje. En in alle andere stokjes, de steken, maak je ieders één stokje. 1, 2, 3, 4. En hier is de laatste, weer in de keer lossen. Dat is nummer 5. Eén lossen. Nu heb je 7 stokjes. 2, 4, 6, 7. Nu gaan we de eerste 3 een stokje maken en dan beginnen we met het patroon. Het is eenmalig dat je begint met 3 stokjes en daarna alleen nog maar 4, 4, 4, 4, 4. Maar dat zal je verder op in de tutorial zien. Dus in die eerste steek maak je weer 1 stokje. In de volgende eentje. Let wel op dat je onder beide lussen doorgaat. En in de steek daarna maak je 1 losse. 1 stokje. Nu, 1 losse. 1 steek overslaan. In de volgende 1 stokje. In de steek daarna 1 stokje. En in de laatste 2 stokjes, want we zijn weer aan de meerderingskant. Dus nummer 1. En nummer 2. Nu hebben we hier 4 stokjes. Aan de meerderingskant blijf je 4 stokjes houden en een losse. En zo gaan we meerderen. Elke keer komt er weer een groepje van 4 bij met een losse ertussenin. 1 losse, werkeren. Gaan we in de eerste steek 2 stokjes maken. Want dit is de kant dat we meerderen. 1 en nummer 2. In de volgende 1 stokje. En de steek erna. We hebben 4 stokjes op een rij. Dit stokje gaan we overslaan. Maak 1 losse en in die losse ruimte maak je een stokje. En in alle steken erna. Dus dat zijn nu nog 3 steken dat je een stokje moet maken. 1. 2. En in die keer lossen is nummer 3. Een losse. Draaien. In die eerste 4 maak je een stokje. Plus in de losse ruimte. Dus we gaan dat, die losse ruimte elke keer met 1 steek opschuiven. Elke toer met 1 steek opschuiven. 2. Dus nummer 3. Nummer 4. In de rij. Plus een stokje in de losse ruimte. 1 losse. 1 steek overstaan in de volgende. Maak je weer een stokje. In de steek erna een stokje. En dan zijn we weer aan de schuine kant. Daar maak je weer 2 stokjes. En dan kom je na de losse ruimte weer uit met 4 stokjes. Lossen. Werk draaien. In de eerste 2 stokjes. 1. 2. En nog 2 stokjes daarna maakt 4. 1 en nummer 2. 1 losse. Laat stok overslaan in die losse ruimte. Weer een stokje. En door tot het einde. Dan ga je tellen en als je op een gegeven moment 8 stokjes hebt, na die losse ruimte, dus richting de rechterkant, dan gaan we weer het volgende setje van 4 stokjes maken. Het groepje van 4 stokjes. Dan zie je dat die losse ruimte hier elke keer met 1 steek omschuift. En hier blijf je aan deze kant 4 stokjes houden. Nu weer 1 losse. Werk draaien. We hebben er nu 2, 4, 6. Dus zullen we er nu dus 7 krijgen. Dus nummer 1. Nummer 2. Nummer 4. Nummer 5. Laatste stokje is nummer 6. Van de vorige toer.
plus een stokje in de losse ruimte is nummer 7. 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende 2 maak je hier dus 1 stokje. 1. En nummer 2. En in die kerenlos op het einde maak je 2 stokjes. 1. 2. Heb je hier weer 4 stokjes. Een losse, weer keren. In de eerste weer 2 stokjes, want het is de meerderingskant. Oftewel de schuine kant van de sjaal. Plus 2 stokjes. Erna is iedere steek 1 stokje. 1. En dan hebben we 2. We hebben 1 stokje over. Maak je 1 losse. En dan maak je hier stokjes. Dus in die losse ruimte start je met het eerste stokje. Hier hebben we het tweede stokje. Het derde stokje. Het vierde stokje. Het vijfde stokje. Zesde stokje. Zevende stokje. En in die kerenlos het achtste stokje. 1 losse en werk draaien. Zoals net gezegd, we hebben nu 8 stokjes. Nu gaan we een tweede groepje van 4 maken. Dus in de losse ruimte eerste, tweede, derde, vierde. Een losse en 2, 3, 4 stokjes. Dus we beginnen met 4 stokjes. En dan gaan we een tweede groepje van 4 creëren. 1. 2. 3 en nummer 4. Nu gaan we een losse haken, 1 stokje van de vorige toer overslaan. Op de 3 stokjes van de vorige toer maak je dus 1 stokje plus een stokje in de losse ruimte. Dus nummer 2, dus nummer 3. En hier hebben we de losse ruimte, komt nummer 4. 1 losse. 1 steek overslaan, in de volgende 2 steken 1 stokje en in de laatste 2 stokjes. 1, hier is de keerlosse, daar maak je 2 stokjes in. 1 losse en werk draaien. Even laten zien. Nu hebben we aan deze kant 4 stokjes en hier is het volgende groepje van 4 stokjes. Aan deze kant komt dus elke keer een stokje bij, doordat je elke keer een steek opschuift. En hier blijft meerdere. We gaan nu dus door tot we alle groepjes hebben van 4 stokjes. 5 groepen van 4 stokjes. Dus deze kant niet meegerekend. Dus alleen 1, 2, zo tellen. Dat tellen we niet mee. Dan gaan we door. In de eerste steek 2 stokjes. 1. En nummer 2. En in de volgende 2 steken 1 stokje. Dan hebben we er weer 4 op een rij. 1, 2. 1 losse. Stokje overslaan in de losse ruimte. Maak je een stokje. En in de volgende 3 steken van de vorige toer maak je dus 1 stokje. Dan zijn we weer op een groepje van 4 uitgekomen. Losse. In de losse ruimte. Een stokje. Dus je slaat een stokje van toer over en zo ga je door tot het einde. 1, 2, dus nummer 4 en nummer 5. Volgende toer. 1 losse, werk draaien. In de eerste 5 maak je weer een stokje plus 1 in de losse ruimte. Dus nummer 1, nummer 2, nummer 3, 4 en nummer 5. Plus in de losse ruimte is nummer 6. 1 losse, 1 stok overslaan van de vorige toer. En dan haak je weer 4 stokjes op een rij. Dus in elke steek 1 stokje. Een losse ruimte is ook een steek, dus die telt ook mee. Hier is de losse ruimte.
1 lossen. Volgende steek overslaan. Sorry, nou zit ik onder een draadje. In de volgende 2 maak je ieders 1 stokje. En in de laatste keer lossen. Dus de laatste steek maak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 lossen en werk draaien. Nu weer in de eerste stok steek 2 stokjes. Dit is de schuine kant. Plus de 2 steken daarna 1 stokje. 1 en nummer 2. Lossen. In de volgende 4 steken 1 stokje, dus inclusief de losse ruimte meegeteld. 2, 3 en nummer 4. 1 lossen en stokjes haken tot het einde. Tot je weer 8 stokjes van de rechterkant af geteld hebt. Dus nummer 3, 4, 5, dus nummer 6 en nummer 7. 1 lossen, weer keren. Nu moeten we uitkomen op 8 stokjes. 1, 2, 5, 6, 7 en nummer 8 in de losse ruimte. 1 lossen, 4 stokjes op een rij. 1, 2, 3 en nummer 4 in de losse. 1 losse ruimte, steek losse maken, 1 steek overslaan. In de volgende 2 steken 1 stokje. 1 en nummer 2. En in de laatste keer lossen maak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Nu hebben we hier 8 stokjes en nu gaan we een groepje van 4 creëren vanaf de losse ruimte. Dus 1 losse, in de eerste steek weer 2 stokjes, dus nummer 1 en nummer 2. In de volgende 2 steken 1 stokje, dan hebben we het groepje van 4 gemaakt. 1 losse, 1 stokje overslaan, dus 1 steek overslaan, in de volgende 4 steken 1 stokje. Dus de eerste in de losse ruimte, de tweede, derde en de vierde bovenop het stokje. 2, dus nummer 3 en nummer 4. 1 lossen, in de volgende 4 steken 1 stokje. 1, 2, 3 en nummer 4. 1 lossen, 1 steek overslaan en in de laatste 4 steken. Stokje. 1, 2, 3 en nummer 4. 1 lossen en werk draaien. Nu hebben we het derde groepje van 4 stokjes gecreëerd. Dus elke keer op het moment dat jij de toer hier van begin, inclusief de losse ruimte, de stok hebt gehaakt en dan kom je uit op aantal van 8 stokjes, dan is in de volgende toer het volgende groepje van 4 te creëren. Dit moet je nu dus nog 2 keer herhalen, dan heb je 5 groepjes van 4 stokjes. Dus hier begin je met is de rechterkant, daar meerde je niet, je meerdert alleen aan deze kant. En elke keer schuift de steek, de losse ruimte 1 steek op
zal zien dat die lijnen diagonaal mee gaan lopen met de punt van de shawl. Dus de 8 stokjes, de toer daarna zou je er 9 hebben als je alleen stokjes hebt. Dan ga je gelijk tellen vanaf de losse ruimte 4 stokjes maken. Dus inclusief de losse ruimte 4 stokjes, een losse en in de laatste 4 steken een stokje. Ik heb hier de laatste losse gemaakt, dan gaan we groepjes tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan heb ik de eerste deel van de shawl klaar. Deze rand hier en die rand hier, die tellen we niet mee. Dus van losse tot de laatste losse, daartussenin moet je een groepje van 4 stokjes, 5 groepjes of 4 stokjes hebben. Nu gaan we door naar groepjes creëren van 8 stokjes. Ga je het eerste deel gewoon herhalen. De losse tot aan het einde blijft hetzelfde. Bij het begin gaan we nu zorgen dat we eerst een groepje van 12 stokjes hebben voordat wij de volgende groep van 8 gaan creëren. Dus 2 keer 4 plus nog een keer 4 erbij, want we gaan altijd in het begin 4 stokjes hebben en dan gaan we pas de losse ruimte erbij creëren. Nou, ik heb de keerlossen al gemaakt. Dan ga je de toer herhalen hier. En dan gaan we hier samen verder. Het laatste stuk. Ik heb mijn losse al gehaakt. En nu ga je hier in de laatste steken een stokje haken. Dus aan de rechterkant. Niet aan de schuine kant, maar aan de rechterkant. Aan die rechterkant moet je dus uiteindelijk op een toer uitkomen van 12 stokjes op een rij. En dan gaan we de eerste groep van 8 stokjes creëren. 8 stokjes, dat wil zeggen dus 8 stokjes met een losse ruimte ertussen. Nou, dan gaan we een keer losse maken, die gaan we weer draaien en dan ga je door. 1, dat is nummer 2, 3, 4, 5 en dat is nummer 6. 1 losse en dan ga je de steken weer herhalen. Dus 4 stokjes losse, 4 stokjes losse, 4 stokjes. Etcetera, etcetera. En in de laatste steek 2 stokjes in de laatste werkeren en in de eerste steek 2 stokjes en dan door en dan zie je me weer terug bij de rechterkant. 3, dat is nummer 4. Ik heb het groepje van 4 stokjes, het vijfde groepje van 4 stokjes ga ik plus een losse en nu weer over alle steken in één stokje. 1, 2, nummer 3, 4, 5, 6 en in die keer losse is nummer 7. 1 losse, werk draaien. En nu zou je op 8 stokjes uitkomen. 1, dat is nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste in de losse ruimte. Dus nummer 8, losse en dan ga je de steken weer herhalen.